Welkom bij Koffie en Wol. Ik ben Saskia en ik ben gek op haken en ik laat je heel graag zien waarom. Ik ga een deken laten zien en ik ga leren breien vandaag. Kijk je mee? Ik heb een deken gehaakt van dit heerlijke garen van scheepjeswol. Stonewashed XL, de dikke variant. En ik heb deze kleur gekozen, maar er zijn nog heel veel andere mooie kleuren zoals je ziet. Ik heb hem gehaakt met een dikkere naald. Hij hoort officieel met naald 5, maar ik heb naald 6 gebruikt. Zodat de wollige structuur van die wol nog mooier tot terecht komt. De deken bestaat uit allemaal ruiten. Ik heb eerst een hele stapel ruiten gehaakt zonder bolletjes. Tulpjes noem ik ze. En daarna een hele stapel met tulpjes. En daarna heb ik al die ruiten vastgemaakt aan elkaar met een zigzaggende steek van lossen. Hoe je dat doet, vind je terug op de website. Een tijdje geleden maakte ik dit kussen. En ik wilde steeds een steek uitproberen om te kijken hoe het eruit zou zien. Nu wil ik graag een sjaal maken en zoveel mogelijk steken verzamelen. En zo een hele bonte gekleurde sjaal maken. Weet jij een leuke steek en wil je hem graag delen? Laat het me weten en misschien komt hij wel in de stekensjaal. En dan wil ik nu graag deze tool met jullie gaan maken. Ik pak de groen voor de blaadjes. Ik hecht hem aan, pak mijn draad op en ik haak 2 lossen. En een stokje in dezelfde eerste steek. Dan sla ik een steek over en ik haak 2 niet afgemaakte stokjes in de steek. Dus ik haal om, ik steek hem door de steek heen. Ik haal 2 lussen af, ik haal weer om, pak de draad op en weer 2 lussen. Ik heb nu 2 net niet afgewerkte stokjes. En ik haal 3 lussen in 1 keer af. Nu haak ik 3 lossen en daarin komen straks de tulpjes. Nu in dezelfde steek waar die 2 onafgemaakte halve stokjes of stokjes zitten, ga ik weer 2 onafgemaakte stokjes maken. Nu heb ik 1 setje van 2 blaadjes af. De volgende sla ik 3 steken over en de vierde haak ik weer hetzelfde. Ik sla om, ik steek in, ik haal hem op door 2 lussen. Ik sla om, ik steek hem door, haal hem op, door 2 lussen en door 3 tegelijk. 3 lossen en weer hetzelfde. En zo ga ik door. Tot het einde van mijn sjaal. Nou, de laatste steken aan het einde van de toer. Onafgemaakt. Het heet eigenlijk een samengevoegd stokje. Dus het heeft gewoon 2 namen. En een stokje in de laatste steek. Nou, klaar is deze toer. Ik heb een beetje ruim af. Dan gaan we nu de tweede toer maken. En omdat je toch elke keer een nieuwe kleur aanhecht, kan je net zo goed gewoon weer beginnen aan het begin. Zodat je echt alle steken aan het mooi aan de voorkant hebt. Ik doe nu lekker knalroze. Fijne kleur altijd. Ik hecht hem aan in de eerste steek. 1 losse en een vaste om hem gelijk een beetje zo te fixeren, dat hij niet wegglijdt. Ik wandel er met vaste naartoe, naar de opening van de 3 lossen. Ik ga 5 stokjes haken, zoals we ondertussen wel weten. Ik haal mijn naald er weer uit. In de eerste steek. Ik tel altijd even na, voor de zekerheid. Trek hem aan. En een losse, zodat die mooi strak blijft. Als ik nu gelijk doorga naar het volgende openingetje van 3 lossen, dan gaat hij een klein beetje strekken. Dus ik ga 3 lossen haken. Bij elkaar 4 lossen gehaakt dus. En door naar de volgende opening van 3 lossen. Het lijkt soms misschien veel werk, maar het valt wel mee. Als je helemaal in het ritme zit, gaat het allemaal vanzelf. 4 lossen totaal. En door naar de volgende. Nou, de tweede toer is bijna klaar. Laatste tulpje ga ik nu maken. 2 lossen als einde. En een vaste in de laatste steken. Trek jouw toer een beetje en dan doe je gewoon misschien meer lossen. Soms haak je strakker, soms haak je losser. Dus als je nou denkt dat die trekt, moet je gewoon wat meer lossen maken. Of minder lossen als je het heel ruim maakt. Knip hem af. Nou, het begin van de sjaal is er.
We zijn hier vandaag op de handwerkbeurs in Zwolle met alles over handwerken. En wij gaan eens even de sfeer proeven. Wat komt u hier doen? Ik kom allerlei dingen bekijken. Nou, ik kom voor patchwork, voor breien, voor haken. Eigenlijk van alles. Wij komen hier kijken vooral naar de borduurmachines. Want dat is onze hobby. En haken en breien. Maar het voornaamste is wel alle de nieuwigheidjes op machinaal borduren. En wat maakt u zoal? Omslagdoeken, dekens, kussens. Ik wil ook met knuffeltjes beginnen. Ik heb nog niet gedaan, maar ga ik wel proberen. Dus, ja. Wat heeft u geleerd? Met twee kleuren draad continentaal breien op een rondbreinaald. Dus genoeg stof om mee verder te gaan thuis. Ja. Nou, ik heb vandaag heel veel gezien. Hele leuke mensen ontmoet. En de buiten binnen. Ik ga leren breien. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Petra is de breiexpert. Je gaat me leren breien. Ja. Nou, vertel op. Ik heb de haakbreinaalden paraat. Kijk, het begin is de en een bol. En een bol. Denk, doe een leuk kleurtje. We gaan breiend opzetten. Je kent vast wel het beeld van die mensen die zo heel snel dit doen. Ja. Dat gaan wij niet doen, want breiend opzetten heeft een paar voordelen. Je hoeft geen lange draad te gaan pakken. Oh, oké. Okay. Want je hebt meteen het begin. Je maakt een opzetlusje, hetzelfde als bij het haken. Gewoon bij het begin beginnen. Ja, en een lusje. Ja. Nou, die zet je op je naald. Nou, dan heb je je eerste steek. Wow. Jee. Kijk, die doe je onder je linkerarm. Oh, ja. Sorry. Maar de Duitsers die haken anders. Ik ga het toch met proberen eigenwijs. Ja, maar je moet even opzetten. Oh. Dus hij zal... Is dat jouw links? Nee, mijn rechts. Je tweede pen. Ja. En dan ga je al breien. Breien is insteken, omslaan, doorhalen. Doorhalen, aflaten, glijden. Insteken, omslaan. Ik heb hem niet ingestoken. Wacht even. Insteken. Sorry. Ja, je houdt eigenlijk je vingers al een beetje erop dat hij er niet afschiet. En een lange draad pakken neem ik aan. Ja, van de bol. Ja. Omslaan. Die haal je door. En die steek, die zet je dus voor het eerste lusje. Oh, ik heb niet goed opgelet. Nog een keer. Even eruit. Best wel ingewikkeld hoor, dit. Ja, in, omslaan, doorhalen. Ik vind die naald onder mijn arm is heel erg raar voor mij. En ook gelijk ook doorhalen. Zo. En die steek, die zet je voor op die linkernaald. Kijk, even van de kant gaan. Pas op voor je ogen. Zo? Ja. En dan heb je twee steken. Oké, okay, dus ze gaan allemaal op de linkernaald komen ze allemaal terecht. Ja. Dus zo maak je insteken, omslaan. Insteken, maar ik doe het heel strak, is hij alweer bij mij. Nou, dat doe je in het begin, maar dat wordt wel steeds beter. Hoor. Ja, met haken ook zo. Zwetende handen. Ja, ik heb heel zweterige handjes. Weet je wat het voordeel is als je hem breiend opzet? Is dat die onderkant niet zo strak wordt. Ik heb gespleten punten. Nee, draad. Gespleten draad. Ik begin even opnieuw. Helemaal goed. Maar hij wordt wat losser onderin. Soms als je hem met de hand zo opzet, wordt die onderkant heel strak. En nu wordt dat beter verdeeld en je hoeft niet uit te meten hoeveel lange draad je nodig hebt om op te zetten. Het is hetzelfde idee als met haken opzetstokjes. Heb je ook dat het ruimer al gelijk opgezet wordt. Dus het is best wel een... Het is heel erg wennen met die... Twee dingen. Ja, Duitsers die breien met ronddraaienaalden en die hebben het op de schoot. Maar ja, dan nou, ik vind zijn die naalden te lang. Proberen? Ik ga wel aan de kant, hè. En toch denk dat je het gewoon aanwendt op een gegeven moment. Nee, ik moet die weer pakken. Of jij moet op rondbreinaalden gaan breien. Ja, misschien is dat beter dan. Ik ben er niet de enige die het zo onhandig doet. Nou, misschien deed ik het in het begin ook wel zo. Maar volgens mij is het wel mijn manier, hoor, los. Als jij een sjaal wil breien, kijk, net zoals deze sjaal. Dat schiet er zo niet op. Die is helemaal recht gebreid. Dus als we nou even recht gaan breien, kan je in ieder geval een stuk sjaal breien. Oh, dat vind ik leuk, ja. Want zo is breien inderdaad niet heel moeilijk, maar... Je moet het even weten. Ja. Goed. Ik heb de slag te pakken volgens mij. Al gaat het wel heel erg strak. Ik ga dit gewoon thuis verder oefenen. Ja. Jij gaat een stuk sjaal breien. Ik heb wel echt oefening nog nodig, zoals je ziet. En ik ben eigenlijk heel erg toe aan koffie. Lekker. Ja, toch? Ja. We gaan er een eind aan breien. Haha. Bedankt voor het kijken. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Laat het me weten. Tot volgende keer. Doei!